onder massale mediabelangstelling, omdat door sommige media werd verwacht dat PSV de nieuwe shirtsponsor bekend zou maken, tekende de 18-jarige doelman Jannek van Os een contract dat hem tot de zomer van 2018 bindt aan de club, waar hij inmiddels al 10 jaar speelt. In het contract is een optie voor nog een seizoen opgenomen. Van Os is dit seizoen basisspeler bij PSV onder 19. Daarmee strandde hij vorige week na strafschoppen in de achtfinales van de UEFA Youth League. Gefeliciteerd. Wat voor gevoel teken jij hier? Ja, ontzettend trots natuurlijk dat ik mag verlengen bij deze club. Dat doet mij heel erg goed. Heel erg fijn. Ja, je zit er al 10 jaar, hoorde ik. Wat is nou de afgelopen 10 jaar het hoogtepunt geweest tot vandaag? Anderhalf jaar geleden, vorig jaar, met de eerste op trainingskamp. Dat was wel geweldig. Met die grote jongens mee en dan ook nog een paar minuten mogen maken. Ja, dat was geweldig. Ja, voel je dan ook echt nog een kleine jongen dan, als je met die grote man op stap bent? Maar misschien in het begin wel een beetje, maar eenmaal toen ik een paar dagen later was, toen voelde ik mij gewoon een van hun en werd gewoon goed opgevangen. Ja, nu? Ja, Jeroen, toch misschien wel jouw voorbeeld, die kom je nog feliciteren. Wat betekent dat? Ja, dat betekent veel voor mij. Het is wel mooi dat hij mij komt feliciteren. En, een beetje een voorbeeld voor mij nu, zeg maar. Hij heeft ook PSV 1 ingehaald, zeg maar. Het zou voor mij ook mooi zijn dat ik via die weg ook zou komen. Ja, maar eigenlijk moet je hem nu een beetje eruit gaan werken, toch? Ja, een paar jaartjes. En dan, over een paar jaar, waar sta je? 2019, is dit contract afgelopen. Sta je dan al in PSV 1? Wat is jouw droom? Ja, mijn droom is natuurlijk om in PSV 1 te staan. Maar ik spreek veel met Joost Leenis. En wij doen gewoon alles stap voor stap. En nu steeds meer en meer in jong spelen. En vanuit daar moeten we gewoon verder kijken. Eerst in de Jupiler League ervaring opdoen. En wat ik al zei, dan moeten we gewoon verder kijken. Van Os hoopt komend seizoen meer wedstrijden te kunnen keepen in jong PSV. En zo de doorbraak bij PSV 1 te bewerkstelligen.